Yo allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. In deze video gaan jullie zien welke speler ik dus uiteindelijk weer heb gepakt. Jullie kunnen het waarschijnlijk al aan de titel zien. Het is toch niet normaal. Jullie gaan hem zo zien. Ik wil jullie eerst even vragen om allemaal massaal die duimpjes omhoog te smashen. En als je nog niet geabonneerd bent, even te abonneren. Want hey, we zijn op weg naar de 20k. Laten we snel die 20k hitten. Dan gaan we nu door naar de video. Dan zijn we aangekomen bij de SBC's. Laat ik even vanaf het begin beginnen. Wat is nou het plan met de Road to Glory? De Road to Glory is dus een account op mijn Xbox. En op de Xbox ga ik geen coins of tenminste euro's uitgeven aan het spel. Ik ga het proberen, net zoals velen van jullie, er geen geld in te stoppen en er het mooiste team van te maken. We packen hier Xiao Moutinho. Dat is best wel een prima kaart om uit je eerste pakketje te krijgen. We hebben natuurlijk al wat op stream gedaan. Ik heb een stream gedaan waar ik alles een beetje opstartte. Het starterteam heb gekozen. En eigenlijk al een beetje we hebben er al een beetje mee gespeeld. We gaan eigenlijk alle SBC's even langs. We beginnen bij de geavanceerde zoals deze. Dit zijn de geavanceerde SBC's. Gouden spelerspakket. Gaan we even openen. En ik ben weer benieuwd wat er weer in gaat zitten. Want het is, ik weet het al, het is van tevoren opgenomen. Ik kijk dit nu gewoon lekker terug met jullie. En het is eigenlijk mijn reactie op mijn eigen video. Dus dat is wel leuk. Hier een Spaanse inform. Het is een linksachter. De informpjes zijn ook altijd lekker om te packen. Sowieso 10 tot 15k aan waarde. Nacho Monreal is natuurlijk een hele tijd terug deze beelden. Maar hier zien jullie een beetje hoe mijn team tot stand is gekomen. Van de ene goede speler gaan we door naar de andere goede speler. Dus ik laat ook jullie even heel kort het team zien welke ik heb ingeleverd. Zodat jullie eventjes kunnen kijken wat ik heb gedaan. Wat nou wel en niet slim is geweest. Zo, ik ben helemaal buiten adem. Wat een begin. Viviano is in ieder geval in de volgende pack. 50k pakketje, dat valt hem wel weer een klein beetje teleur. Dan gaan we snel door naar de volgende. Ik heb ook bepaalde SBC's gewoon opengeslagen. Je zou vast wel denken, er mist misschien een SBC. Klopt, was waarschijnlijk niet interessant genoeg om in de video te stoppen. Dit is dus een XXL aflevering. Gelijk de eerste aflevering. Gewoon zoveel mogelijk content erin knallen. En dat gaan we zeker lekker doen. Ik ga eens even kijken. Hier is het, ja, het loopt nog niet zo lekker. Dan pak je 2 goede kaarten en uiteindelijk kom je dan hier aan. Een zeldzaam megapakket. We gaan eens even kijken wat erin zit. Laten we het hopen dat het iets lekkers is. Het is inderdaad een bordenspeler. En wie gaat het zijn? Het is geen walkout. Mensen, geen walkout. Let op, Engelse vlag. Het is rechtsmidden. En ja jongens, deze kaart was aan het begin van FIFA gewoon mega veel waard. Tenminste, best wel veel waard. Sancho rechtsmidden. Engelse spelen bij Dortmund en kijk eens even, hij was aan het begin van de game gewoon zo'n 30-40k waard. Leuke terugblik op aan het begin van FIFA wat de prijzen waren. Nou, hier is Sancho, 30 tot 40k, ongelooflijk. Tussendoor zullen jullie ook een beetje van dit soort pakketjes zien. Als er wat leuks in zat, dan laat ik het zien. Jullie zien het weer, het is sowieso weer een borden, maar helaas geen walkout zoals jullie kunnen zien. Het is een Zwitser, jongens, ik moet biezen. Zo, een Zwitserse keeper. Sommer, zeker Sommer. Nou, een 84 untradable keeper. Voor het begin is natuurlijk niet slecht als je die lekker op de goal kan gooien. Met wat Duitse verdedigers is het prima. Volgende pakketje zat helaas niet zo veel in. Jullie zagen ook mijn Instagram beeld poppen. Alleen maar gezelligheid. Volg me even, zou ik super tof vinden. We zijn onderweg naar 10k volgers. Dus alleen maar gezelligheid op Instagram. Ga dat zeker checken. Marquee matchups zijn voltooid. En dan gaan we als het goed is door naar 2 pakketten inderdaad. Want voor elke groeps-SBC krijg je ook weer een beloning, een groepsbeloning. Maar jongens, wat is dit? Het is een walkout. We beginnen al gelijk met een walkout. Wat snel, het is. Ja, dan weet je het al. Als je deze vlag ziet, weet je al gelijk wie het is. Het is inderdaad Navas. Paris Saint-Germain keeper tegenwoordig. En Costa Rica volgens mij is zijn afkomst. Prima keeper. We hadden het over Sommer. Nu kunnen we Navas op goal zetten. Helemaal lekker. Nou goed, dan gaan we door naar de volgende. Hier zien wij center, mid, Aouar. Prima kaartje, maar verder niet heel bijzonder. Jeetje, wat gaan we snel door de video heen. Super veel packs, super veel spelers. Ik hoop jullie zo goed een goed beeld te kunnen geven voor hoe het eigenlijk daarna, na de eerste livestream is gegaan. Konogbia, prima speler voor in het team. Goede CVM, kunnen we gebruiken. Dus laat ook zeker weten in de comments wat er eventueel beter kan aan deze video. Ik ben leergierig, dus laat het zeker weten als je een leuke tip hebt of iets anders leuks voor in deze video. Laat het dan zeker weten. Top Electron Space pakket is het volgende pakketje die we gaan openen. En dat is de volgende. Het is inderdaad weer een borderspeler. Ik zei het al, echt alleen de wat betere packs zitten in deze video. En hier hebben wij een Italiaan, een center mid. Maar ja, je weet het, het is al geen walkout. En dan is het inderdaad Jorginho. Center mid, 83 reden deze FIFA. En van Chelsea. Niet de snelste kaart, niet de beste kaart. Maar hey, hij is verhandelbaar zoals je kan zien. En was hier zo'n 4, 5k waard. Best prima.
dan hebben we weer een SBC voltooid. En dan gaan we door naar het megapakketje. En in het megapakketje zit inderdaad weer een bordenspeler. En dit is dan een walkout? Nee, het is geen walkout. Het is een bordenspeler voor mij. Ik weet ook niet meer precies welke packs het zijn. Het is alweer een tijdje geleden, maar dit gaat sowieso Tadić zijn. Een kam. Ajax kan maar één iemand zijn. Dat is Tadić van 84 rated. En kijk eens even, hierachter zit en Digne, Roberto en Vinicius Junior. Vinicius Junior was in deze tijd van FIFA gewoon nog dik boven de 5k. Daar zeg je heel even het team wat ik wilde bouwen. Zet hem even op pauze. Kan je even kijken wat mijn idee was voor mijn eerste team. Na al deze packs. Ik heb wat untradables gepackt. Heb ik een beetje een mengelmoes van gemaakt. Maar goed, we gaan door. Dit pakketje is weer een bordenspeler. Het gaat echt wel lekker met die packs. Ik merk ook wel dat de Xbox op de een of andere manier beperkelijk nog hoger is dan op de PlayStation. Kijk, best wel lekker. Fekir is zo'n 15, 20k op dat moment. Hele lekkere speler om te packen. Kunnen we gelijk het team weer upgraden. De geavanceerde SBC's zijn toch wel echt het beste. Je merkt toch wel dat er een soort van boost in zit voor je team. EA wil gewoon ervoor zorgen dat jij dan gewoon vanaf het begin van FIFA gewoon een lekkere start hebt. Dat is het gewoon. Je moet gewoon goed beginnen. Lekkere knallers packen. En hier helaas geen borden. Maar het is wel de volgende kaart. Ja, Leconte, keepertje. Dan leveren we de volgende squad weer in. En dan zijn we op weg om deze hele SBC te voltooien. En dit is toch wel een lekker pakketje. Een mega pakketje. En in dit mega pakketje gaan wij zien. Ik ben benieuwd. Gaat het een borderspeler zijn? Ja, het is weer een borderspeler. En is dit een walkout? Het is inderdaad een walkout. Oké, wie gaat het zijn? Ik weet het niet meer. Oh, Uruguay, spits. Nee, je voelt het altijd al wel een beetje aan. Je moet echt heel veel geluk hebben om Suarez te packen. En hier komt Cavani in beeld. Oi, oi, oi. Ja, het is best wel een zieke kaart eigenlijk. 86 schieten, 88 overal, 75 pace is ook niet eens zo heel slecht. Stel je gooit er een lekker kaartje op van zijn zo'n chemistry stel. Maar kijk eens even, al de wereld zit er ook nog achter. En dat is echt wel heel erg netjes. Al de wereld en Cavani in één pack. Twee packs in een walkout. Nee, twee walkouts in één pack. Dat is wat er is gebeurd. Nieuwe titel. Nee jongens, de titel. Jullie weten hem al. Jullie gaan hem zien. Hij komt er zo meteen aan. Ik beloof het jullie. Het is echt weer gek uit. De packkoning, jongens. Hij zit echt serieus hier. Wat gaat het lekker met die packs. We hebben echt al heel veel packluck gehad dit jaar. En laten we hopen dat er nog een heleboel komt. Jullie zien het. Af en toe komt er zo'n SBC'tje die dagelijks online kwam. En daar, die hebben we natuurlijk ook gewoon gedaan op de Xbox. Hebben jullie allemaal niet gezien op stream. Maar het zijn borden. Ik dacht heel even een walkout, maar het is een borden en een inform en een spits. De Franse competitie. En dat gaat het zijn. Jawel. De man die twee weken geleden nu volgens mij in het team van de week zat. Touram. Zeker geen slechte kaart. 86 snelheid is zeker niet verkeerd. En dan gaan we eens even kijken. Wat gaan we nu doen? Premium goudpakket. Gewoon op je beeldscherm. Even kijken. Wat gaat het worden? Natuurlijk. Borden. Jongen. Bam. Lekker. Heerlijk. Nee, geen walkout. Het is een bordenspeler. Natuurlijk, elk klein beetje op het Road to Glory accountje is natuurlijk perfect. Echt perfect. 1, 2, 3k kan soms wel het verschil maken bij een Road to Glory account. Pickford. 83 rated. Heb je niet zoveel aan. Navas was al gepakt. Je zag hem net ook heel even snel in ons team voorbij komen. En dan gaan we door. Om de SBC's af te maken heb ik de loyalty glitch gedaan. Zoals iedereen wel ondertussen weet, kan jij ervoor zorgen dat jouw spelers één teamgeest meer. En ik heb dat gedaan door de glitch, door je spel af te sluiten tijdens een team van de week potje. En zo gaat je racket er ook niet aan, want anders heb je inderdaad dat er gewoon 10 wedstrijden, als je het opgeeft, er gewoon bij komen. Met die glitch kan je dat dus doen. Wat die glitch is, is volgt. Je gaat het team van de week spelen, je bent bezig, je sluit je applicatie af en je start hem weer opnieuw op. Dat is eigenlijk de glitch, heel even kort. En dat scheelt je gewoon 10 losses op je racket. Goed, een 50k pakket, ja. Je verwacht hier dan toch wel heel veel van. Je hebt hem helemaal voltooid. Het 50k pakketje staat er dan. En dan zijn het inderdaad ook borden. Maar wie gaat er dan inzetten? Is het een walkout? Het is geen walkout. Is het dan een inform? Volgens mij is het weer een inform. Ja, het is een inform. Het is een pol. Centimic. Mid. Het is. Wie is dit? Het is. Krochowiak. Goed. Challenge voor jullie. Typ deze naam met je ogen dicht in de comments. Ik ben benieuwd wat jullie voor mooiste van maken. En kijk eens. Robertson zit er inderdaad nog achter. Oh mijn god, dat was ik alweer helemaal vergeten. Robertson was op dat moment 80k. Ja, 70, 80k. Ja, jongens, echt. Je ziet het. Wat een begin. Hier staan alle spelers een beetje op rij. Wie ik heb gepakt, of die ik heb gepakt. En dat zijn echt geen slechte. Maar dan, aangekomen bij Division Rivals. Dit was dus vorige week. De Division Rivals heb ik geclaimd. Ik heb gekozen voor de Untradable Rewards. Ik was nog even aan het twijfelen. Wat zou ik doen? Wat is handig? Maar ik koos toch voor de Untradable. Ja.
Ik wilde gewoon packs. Ik wilde gewoon mijn club vullen. Ik heb natuurlijk niet heel veel packs geopend met FIFA-punten. Dus ik had ook niet zoveel in mijn club. Dus ik koos er gewoon voor om inderdaad voor de untradable pakketten te gaan. En dan komen we aan. Je ziet linksbovenin, was ik nog even vergeten uit te zetten, het donatietje van Patrick Lemmens. Dankjewel sowieso voor je dono nog. Dikke shout-out aan jou en alle andere donateurs in de streams natuurlijk. Shout-out aan jullie. Vermalen is de eerste kaart die we pakken uit onze Division Rivalry Awards. Untradable. Hebben we natuurlijk niet zo heel veel aan. Dan gaan we door naar het tweede pakketje. Het tweede pakketje moet dan toch wel beter. Een 78 non-rare. Kom op, EA. Ga het ons eens gunnen. Kijk eens aan. Het is inderdaad aan worden. De Division Rivals nog niks uitgepakt. Maar gaat dat dan nu gebeuren? Nee, gaat nog niet gebeuren. CVM, Griek, Samaras, Samaris. Wie het ook is, Samaris. Oké. Het is als volgt. Dan gaan we door naar het derde premium Jumbo goudpakket. Het is nog niet fantastisch. We hopen dat er weer wat in zit. Elk klein beetje spelen die te gebruiken valt, gaan we gewoon gebruiken. Want ja, het is een road to glory. Het is gewoon wat lastig om gelijk met een goed, fantastisch team te beginnen. Maar dat gaat er aankomen. Ik zweer het, jongens. Holy shit. Ik kan het bijna niet meer houden. De pack komt eraan. Ik ga eens even kijken. Premium goudpakket is de volgende. Is dit hem dan? Is dit hem dan, jongens? Hier zijn jullie allemaal toegekomen. Ja, nee, jongens. We zijn er nog niet. Het is er nog niet, jongens. Het is inderdaad gewoon een normale rare. Het is Halstenberg voor linksachter. En dan gaan we door naar de megapakketten. Tenminste, hebben we alle pakketten geopend? Laat ik het open. Even kijken, we gaan het zien. Ja, megapakket. Daar gaan we. Megapakketje nummer 1. Het gaat zijn. Even kijken. Donkerbeel, daar gaan we. Het is een lichtflits op Van Dijk. Dat betekent een linksachter. Daar gaan we. Het is een lichtflits op Van Dijk. Dat betekent een linksachter. Dat is een walkout. En dan gaan we kijken. Een Fransman. Het is een Fransman. Het is een spits. Het is weer Mbappé. Ziek van jongens. We hebben het weer gedaan. Mbappé in de building. Niet 1, nee, gewoon 2. Jawel jongens. Super tof. We hebben het gedaan. Mbappé is weer geback op de Xbox. De King is weer back. De packing jongens. Ik ben zo super blij. Dat, jongens, we hebben gewoon weer Mbappé. Hoe is het mogelijk, jongens? Mbappé op jullie beeldscherm. Wauw. Mbappé. Untradable, daar moet ik er wel bij zeggen. Untradable spits, Mbappé. Maar ja, hey. Mbappé is natuurlijk gewoon een super bruikbare speler. Er dwalen hier allemaal dingen. De confetti ligt echt overal. Maar hey, let's go. Mbappé is in the building. What the fuck? We doen het gewoon weer. Jullie gaan nu mijn live reactie horen. Van dat ik Mbappé ben. What the fuck is dit? What the fuck? Nee! Alweer Mbappé! Nee. Hoe is dit mogelijk? Oh, hoe kan dit? Nee, dit kan niet! Oh mijn god! Dit is ziek! Oh mijn god! Ja, jullie hoorden het. Ik was echt heel erg blij. Ik wist gewoon niet wat me overkwam. Maar ja, het is weer gebeurd, jongens. What the fuck, jongen? Mbappé, het gaat zoveel toffer zijn nu om deze Road to Glory te gaan spelen. Je hebt nu gewoon echt een hele goede spits waar je gewoon wat aan hebt. En we begonnen, zoals je zag, met Jovic in de spits. En met de spits van Dortmund, volgens mij. Ja, dat is gewoon niet heel erg lekker. En om zo te beginnen is natuurlijk fantastisch. Dan, pakketje nummer 2. Gaan we het dan gewoon weer doen, jongens? Komt er dan weer inderdaad een walkout? Het is in ieder geval geen borden spelen. Dus helaas, we gaan Mbappé zeker niet overtreffen. Maar jongens, hier pakken wij Oudouris. En ik ben echt heel erg blij. Ik ben zo ontzettend blij. Ik weet gewoon niet wat ik ervan moet denken. Is het dit nou ziek geluk? Goed, jullie zien eventjes wat ik met het overige geld ga doen. Ik had natuurlijk al best wel wat coins weer door. Best wel wat zieke packs. En jullie zien het. Ik verkoop ook nog even wat spelers. Lucas Moura is in de club. En hier zien jullie de spelers die ik eventjes snel koop. Of verkoop. Ik heb een heleboel spelers verkocht. En hier kopen wij Martial voor op de linksbuiten. Mbappé in de spits. Martial linksbuiten. De link natuurlijk goed. En Lucas Moura komt ook in het team. En dan gaan jullie nu het team zien. Wat heb ik in gedachten? Dit is een beetje het team wat ik in gedachten heb. Zo heb ik het een beetje neergezet. Ik denk dat het echt een heel ziek team is aan het begin van FIFA. Met het Road to Glory accountje. Kijk eens aan Mbappé in de spits. Het is toch ongelooflijk. We nu al zo ver zijn in de Road to Glory. Je hoeft één goede speler te pakken. Het is al feest. Het was feest. De partypoppers zijn los. Mijn hele kamer is in puinhoop. Maar goed,
De video is nog niet klaar, want we gaan nog een zieke speler packen. Dat beloof ik jullie. Let goed op, we gaan weer bezig met SBC's. We gaan de SBC's weer invullen. De Vloek van de Weerwolf, een recente SBC van afgelopen week. Daar gaan we. Een klein top, klein premium spelerspakket. Nou, maakt niet uit. We packen er niet heel veel uit. Het volgende SBC'tje, hoop ik op meer. Dat gaat komen. Ik zweer het. Er komt weer wat aan. Jullie zien ook alle confetti op mijn microfoon liggen, jongens. Goed, mis ik hem nou? Nee, ik mis hem niet. Het gaat een Belg zijn. Een CVM. Dit is Wietsel. We hebben Wietsel. Wat ontzettend lekker. Wietsel gewoon weer een dikke 30-40k. Ontzettend goede kaart heb ik gehoord. Dus Wietsel is zeker goed te gebruiken. Maar we gaan hem niet gebruiken. We gaan hem verkopen. Zodat wij dus weer een upgrade aan ons team kunnen doen. Want jullie zagen, Endon Belen stond volgens mij nog op het middenveld. Die gaan we zometeen ook verbeteren. De volgende SBC wordt ingeleverd. Een goudspelers premium pakket. Ik heb hem even doorgespoeld om te zien wat we hebben gepakt. Dit is Fabian. Fabian, best wel lekker. Ja, de animatie duurt soms best wel lang. Dus voor video's is het inderdaad even wennen. Wat moet ik nou doen? Maar We spoelen hem dus maar even door. En hier leveren wij de tweede SBC in. Een klein top gouden spelers pakket. 6 gouden. 3 daarvan zijn rare. Goed, het gaat zijn een borderspeler. Ja, het is een borderspeler. Hij gaat heel langzaam. Het is weer een walkout. Nee, dit ga je toch niet mee. Dit is een Belg. Wie is het? Het is Mertens. Ja, weer een speler boven de 100k. En kijk eens even wat een kaart. Driesje Mertens, ontzettend tof. Eigenlijk was dit op een... Oh, dat was ik zelf. Dit was dus op een zaterdag of vrijdagavond zat ik met een maatje van mij even snel de SBC's op Xbox te voltooien. En toen packten we dit. 100k plus is die weer. En hierdoor hebben wij toch echt wel een beetje een team kunnen bouwen waar ik naartoe wilde. Driesje Mertens is gepackt. Kijk eens even hoeveel waard die is. Hij is gewoon 120 plus k waard. 120k plus waard. En natuurlijk verkopen we hem. We gaan hem niet in een team stoppen. Wie stoppen wel in een team? Sissoko en Langlais, zoals jullie kunnen zien. Ik heb hem even doorgespoeld. Daar is die, Langlais. En dit is nu ons team, jongens. Neto, Semedo, Langlais, Militao, Telles, Vidal, Lucas Moura, Maura, hoe je het ook zegt, Sissoko, Martial, Endon Belen en Mbappé. Jongens, geniet even van dit team. Dit was in ieder geval de aflevering nummer 1 van Road to Glory. En het was een XXL-aflevering. Dus smash er zeker even het blauwe duimpje voor omhoog. Mbappé gepakt, Driesje Mertens gepakt. Wat een team staat hier op je beeldscherm. Ik wil jullie in ieder geval weer bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat ook even zeker weten in de comments wat jullie van mijn tweede keer Mbappé vinden. Want ik heb hem natuurlijk al gepakt op de PS4. Nu ook op de Xbox. Ongelooflijk. We gaan aankomend weekend league met dit team spelen. Ik hoop jullie te zien bij de streams. Boys, ciao.